Het nu volgende programma voldoet niet aan het keurmerk kwaliteitsjournalistiek. NVA blijft veruit de grootste, maar blijft ook de partij De Wever. Open VLD krijgt klappen, LDD verdwijnt en niemand minder dan Elio Di Rupo blijkt zowaar populair in Vlaanderen. Dat zijn in een notendop de krachtlijnen van de nieuwe peiling van de VRT en Standaard. Partij in de Kijker blijft dus hoe dan ook de N-VA. En aan de hand van de cijfers gaat Ivan de Vader nu de SWOT-analyse opmaken van N-VA. Zeg maar de sterktes en de zwaktes van de partij. Ivan, we gaan dat letter per letter doen. We, Zo beginnen, gaat bij dat. De, ja, we beginnen bij de S. Strengths, de sterktes. Ja. En dat lijken mij in dit geval gewoon de naakte cijfers van de Ja, Als je het even, even op een rijtje zet. Hè. Dit is de NVA en de drie regeringspartijen. Wel de NVA 32,1 procent. Nog altijd een winst in vergelijking met de verkiezingen. Maar kijk maar. Zo groot als de twee achter, eerste achtervolgers uh, samen en Open VLD. Dan op 10% zwakste partij in dat rijtje. Want nog altijd een verlies van 4% in vergelijking met 2010. Sterke cijfers dus ja. inderdaad. Er is wel een verschil met onze vorige peiling. Daar stond N-VA op uh, 36%. Dus daar is 4% af uh, gegaan. Je kan je vragen stellen, want die vorige peiling was acht maanden geleden. Ja. Er is veel gebeurd. Bart Wever is burgemeester geworden. Zou een rol kunnen... Uh, spelen. Er is in er, Aalst, intussen N-VA-bestuur in Boom, ja. in Aalst. Uh, er zijn problemen in Antwerpen. Dus zing ja. voor, om maar iets te zeggen. De regenboog-t-shirts. Dus je kan je afvragen of dat allemaal een rol gespeeld ja. heeft. In elk geval, uit de reacties blijkt dat de N-VA heel opgetogen is met dit resultaat. En het blijft de kracht van de partij. Oké. Okay. Dan de tweede letter, de W. Weakness, de, de, de zwakte. Wat is dat dan? Ja, je zei het daarnet al, het eenmansfenomeen. Ja. Laten we eens kijken naar de top 10 van populaire politici. Daar vinden we alleen Bart de Wever terug in die top 10. En dan nog niet eens op de eerste plaats, wel op de tweede plaats. En voor de volgende NVA moet je al naar wat heet de tweede kolom gaan. He, Geert Bourgeois zit op de 14e plaats, Siegfried Brakke op de 16e plaats. En dan volgen alle andere NVA's. En om, om het te illustreren, ja. de gedoodverfde opvolger van Bart de Wever als voorzitter, Ben Wijs. Staat allerlaatste in die rangschikking. Natuurlijk, dat heeft voor een stuk met bekendheid en gebrek aan bekendheid ja, ja. te maken. Maar er is toch nog heel wat werk aan de winkel voor de nieuwe voorzitter, als hij dat wordt, om ja, wat kiezers uh, te gaan uh, bekoren. En de vraag is bijvoorbeeld: zal de N-VA voorzittersverkiezingen organiseren voor de andere, de grote verkiezingen? Of zal ze wachten en die voorzittersverkiezingen over ja, de andere ja, verkiezingen ja. heen tillen? Ja. Ben Wijts wordt alvast voorzitter van die. Uh... Uh, van dat ja, congres over staatshervorming, ja, dus wel. dat ja. kan helpen. Ja. Dan de O, opportunities, uh, de kansen, waar ja. liggen die? Wel, de kansen liggen eigenlijk in twee bewegingen. De N-VA teert op een ongelooflijke partijtrouw. Als in Vlaanderen een kwart van de kiezers sinds 2010 van partij veranderd is, dan is dat bij de N-VA maar 14%, dus een stevige sokkel. Tweede beweging, als mensen, kiezers, bij andere partijen vertrekken, dan gaan ze altijd in de eerste plaats naar de N-VA. Dus de N-VA heeft een heel hoog potentieel. Die twee bewegingen samen, ja, dat kan eigenlijk niet misgaan. Als je dit in huis hebt, ja, dan win je verkiezingen. Zo simpel is het. Ja. De T tot slot, dat, dat staat voor... Threats, bedreiging. ja, de bedreigingen. En dat is één persoon, dat is Chris Peters. Hmm. Want wie is de populairste politicus in Vlaanderen? Ik zei daarnet Bart de Wever op twee. Wel, op nummer één staat Chris Peters, heel duidelijk. En dat was al een tijdje zo, maar laten we zeggen, ex eco met Bart de Wever. Wel, die kloof is nu uitgediept, verbreed, tot zeven procent. Geen één procent, maar zeven procent intussen. En nog opmerkelijk, als we kijken bij nva kiezers alleen, wie staat daar op nummer twee als populairste politicus? Opnieuw Chris Peters. Peters. Dat is de definitie van een ja, ja. electoraal goudhaantje. Als je kiezers bij andere partijen, als je ook populair bent bij andere partijen. Dus ja, de bedreiging is Chris Peters. Zo simpel is het. Tegen Bart Wever. Maar over populariteit gesproken, er is nog een ander en misschien wel heel erg verrassend fenomeen, hè? namelijk Elio Di Rupo. Ja, we hebben die voor het eerst gepeild. En wat blijkt? Elio Di Rupo komt op nummer acht uit in die. Top 30 uh, is het. Om je een idee te geven, Koen Geens, nieuw en intussen mm -hmm. toch ook al een zekere bekendheid. Ja. Op 22, Lisbeth Homans, ook nieuw op 28. Het geeft een idee van het perspectief. Het heeft met bekendheid te maken, maar er zit een stukje populariteit in. En zeker als we naar kiezers van partijen gaan kijken, ja, dan valt toch op, bij vooral linkse partijen, dat Elio die populair is. Nemen we groen. Bij Groen kiezers is hij de tweede populairste politicus, na de voorzitter Wouter van Bezien. Bij de SPA is hij de vierde populairste politicus na drie SPA, Vlaamse Socialisten. Het lijkt logisch. Ja. Maar hij hij Duikt ook op in de top 10 bij de CDMV. Weliswaar op de negende plaats, maar dat is één plaatsje beter dan Bart de Wever. Leuk duel tussen die twee. En zelfs bij Vlaams Belang, heel merkwaardig, staat hij in de top 10 op de negende plaats. En dat is één plaats minder dan de eigen voorzitter, Gerolf Annemans. Ja, ja. Dus toch wel heel opmerkelijk. Ja. Ja, en ook leuk meegenomen voor die roepen, maar ook niet meer dan dat, want wij Vlamingen kunnen. Niet stemmen voor Di Rupo. Er was vanavond ook een peiling uh, bij uh, RTBF die pas is vrijgegeven. Blijkt daar hetzelfde uit? Nee, dat is de, een beetje de paradox. Hè? Hoe populair um, en de populariteit in Vlaanderen heeft volgens mij met de persoon mm -hmm. te maken. Niet met de visie, met de aaibaarheid van, van de persoonlijkheid van Elio Di Rupo. Maar kijken we naar het Franstalige landgedeelte en in dit geval Wallonië. Ik, uh, ik lees even de cijfers. De PTB haalt bijna, dat is de P van Deva, ah, ah, ja, ja. haalt bijna de kiesdrempel met 4,5%. Een verdubbeling van de score, CDA gaat achteruit. Ecolo is een net iets groter geworden met een winst op nieuwe linkse partij die vooruitgaat in Wallonië. De MR, 24 procent, uh, zit in de oppositie in Wallonië. En dan dat verlies van de PS, 9 procent onder de 30 procent, is historisch uh, in, in Wallonië. En je merkt meteen, bij ons populair, aaibaar blijkbaar toch, bij een aantal partijen of kiezers daarvan, in frans Franstalig gedeelte problemen, kritiek van links, oppositie van links en populariteit voor links, voor het verwijt aan Elio Di Rupo dat hij veel te veel ja, ja. zich laat inkapselen in wat daar dan heet die rechtse regering, gedomineerd door partijen als CD&V en Open VLD. Het is de paradox, het is alsof de kanseliersbonus voor Elio Di Rupo niet in Wallonië zal vallen, maar merkwaardig genoeg in Vlaanderen. Ja. Maar zoals je zelf zei, hij is er niks bij, want we kunnen toch niet op hem stemmen. Zo is dat, en uh, toch interessante peilingen op, eigenlijk exact een jaar voor de exact verkiezingen. Eén jaar voor de verkiezingen, dat okay. was het. Ivan, van harte bedankt. En voor alle duidelijkheid, wij zeggen in kwade en goede dagen, het is maar een peiling, de verkiezingen zijn de echte eh, verkiezingen. Peilingen zijn peilingen en uh, soms zijn die heel goed, soms vallen die wat tegen. Peilingen zijn een indicator, ik denk dat uh, dit een peiling is die slecht is voor iedereen. Peilingen zijn peilingen, je hebt er beter goede dan slechte, maar goede, vraag het aan Guy Verhofstadt, kunnen u soms ook op slechte ideeën brengen.